Een paleis op een zandverstuiving. Zo mag je Grand Hotel Huisterduin wel noemen. Geen hotel tussen de Noordkaap van Noorwegen of Biarritz in Spanje ligt zo uniek direct aan de kust. Te midden van de mollige, goudgele duinen. 130 jaar is het voor haar gasten een dierbare, veilige plek. En het kundig, vriendelijk personeel zorgt al vele generaties voor het gevoel van thuis. Heinrich Teppenbeck kocht het hotel voor een grijpstuiver van de gemeente Noordwijk in het goede jaar 1887, toen in Amsterdam Theater Carré haar poorten opende. Het is een bewogen geschiedenis die zich niet in een luttele minuut laat beschrijven. Het huis overleefde stormen, wereldoorlogen, een vreselijke brand die 3 brandweerlieden het leven kostte. En natuurlijk ook het verhaal van duizenden familiefeesten. Het werd het huis van de rijken, van de koninklijke families en ook van de tulpenrally en vele, vele voetballers. Een tractatie voor de badgasten van Noordwijk aan Zee was de snelheidswedstrijd voor het bedienend personeel van de plaatselijke horecabedrijven. 4 dames probeerden elkaar voorbij te streven in de eindstrijd van de serveuses. Vervolgens liepen de snelste kelners alsof er een paar lastige klanten zaten te wachten. Ook zij mochten bij het keerpunt wat ballast uitschenken voor de wedstrijdcommissarissen, aan wie geen enkele onregelmatigheid ontging, behalve deze dan. Vele filmsterren uit Hollywood vonden onderdak in het instituut Huis ter Duin. Niet ver van Huis ter Duin in Noordwijk is een Amerikaans-Engelse filmploeg neergestreken om opnamen te maken voor de 18 miljoen gulden kostende film Secret Ceremony. Robert Mitchum en Mia Farrow spelen onder regie van Joseph Losey belangrijke rollen naast Liz Taylor. Zij arriveerden pas vlak voor de opnamen op de set. Wij bieden nu onze verontschuldigingen aan voor het feit dat enkele onduidelijke heren nu en dan het uitzicht op Liz belemmeren. Maar in de loop van de opnamedagen is gebleken dat je ook voor 18 miljoen gulden geen mooi weer kan bestellen. Beroemd was ook de legendarische opname van Soldaat van Oranje. En vele bekende sterren uit Hollywood verbleven in het instituut Huis ter Duin. We zijn hier nu bij de entree van het hotel. En als hotelier blijft het natuurlijk altijd bijzonder om je gasten te ontvangen. Want ja, je hebt altijd naar tv gekeken. Daar zag je Alexis, een heel mooie vrouw. En nu, een aantal jaar later, staat ze opeens voor je neus. Regelmatig was Grand Hotel Huis ter Duin de navel van de wereld. Wereldleiders van diverse pluimage kwamen er vergaderen, beschermd door een waar cordon van schepen, tanks, prikkeldraad en 1 luchtafweerkanon. Een groot deel van de toeristische badplaats Noordwijk is veranderd in een vesting. Het hotel waar de 26 defensieministers van de NAVO-landen vergaderen is voor de gelegenheid zelfs omgedoopt tot militair terrein. Niet tot vreugde van alle Noordwijkers. Ik vind het echt afschuwelijk. Ik begrijp er helemaal niks van, dat ze dit zo moeten vernielen. Ik begrijp er niks van. Ik weet waarom. Onvoorstelbaar. Ik vind het eigenlijk niet normaal. Het geeft Noordwijk weer een beetje allure. Ja? Ja. Sinds de jaren 70 is Grand Hotel Huis ter Duin in veilige handen van de familie Noorlander. Let me say that my first visit to the Netherlands has been truly gezellig. De dag van Obama eindigde in Noordwijk in Hotel Huis ter Duin. We treden nu echt in de voetsporen van Barack Obama. Hij heeft dus hier gelopen op weg naar zijn kamer. Welkom. Wow. De luxe suite was extreem goed beveiligd. Voor de gewone ramen kwamen kogelvrije ramen. Heeft u hem ontmoet? Ja, we hebben uiteindelijk vanochtend, we zijn een familiebedrijf. Dus we hebben met 5 familieleden hebben we afscheid genomen van de president. En foto hier gemaakt nog even?
Dat wel, maar die wordt door het Witte Huis toegestuurd. Want de smartphones die zijn toegestaan in die ruimte. Op zee lag een Amerikaans marineschip als extra bewaking. En? Er stond zelfs een raketafweerinstallatie iets verderop in de duinen. Nee. Om er maar voor te zorgen dat er niks kon gebeuren met de president. Ja, maar ja. Obama is natuurlijk wel de grootste prijs die je als hoteleigenaar kan hebben. Hoop toeristenbelasting. Ja. 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 Ja, kijk, het mooie is dat we zijn natuurlijk toch aan de ene kant een beetje de Beach of Amsterdam en de Garden of the Hague. Dus ja. Nou. Ja, heerlijk, toch? Ja, dat is heerlijk, ja. Ja. Dus hier lag Mr. Obama. Daar lag inderdaad de president. Ja, je ziet lekker de tv erbij, dus hij kon nog even, als hij wilde, zijn favoriete Netflix kijken. Ja. Oh, lekker. Had u enig idee of hij snurkte? We hebben geen klachten van de buren gekregen, dus ik denk het niet. Maar het leuke is wel dat hij uiteindelijk ons, toen hij terugkwam in het hotel, want wij zagen het pas 's avonds laat, eigenlijk het team van de tour, wat de ster heeft, gewoon de vrije hand gegeven heeft. Van maak maar een goede late night snack. En uiteindelijk heeft het team toch een heel mooi Hollands minuutje gemaakt van allemaal kleine amuses. Waarbij met name, dat was toch heel mooi, de crème van ossenworst met in dit geval wat schuim van Piccalilli. Zo. Ja, dat was echt... daar kreeg heel goede reacties op, laat het daar maar hopen. Het staat nu ook op de menukaart vast natuurlijk, hè, vanaf morgen. Ja, uiteraard. Ze hebben het moeilijk. Ze worden vaak boos aangekeken. Ze beginnen een beetje paria's te worden. De sigarenrokers. Ze veroorzaken stank, vuile gordijnen en slechte longen. Misschien dat het daarom zo gezellig is als ze elkaar ontmoeten en helemaal onder ons zijn. Zoals gisteren op het jaarlijkse sigarengala in Noordwijk. Niet roker. Tonko Dop was er ook. Ik rook er ongeveer 20 per dag, dus dan heb je wel iets met een sigaar. Het is geen pakje, maar een doosje. Een kist. Maar eerst gaan we naar Noordwijk voor het debutantenbal 2000. Een modern sprookje waarin 36 jonge paren een avond lang koninklijk mogen stralen. Onder de 1200 gasten bevindt zich ook mevrouw Elisabeth van der Weijden. Mevrouw van der Weijden is etikettendeskundige en weet alles van omgangsvormen en goede manieren. Maar die oudgeldfeestjes altijd een beetje als een nachtkaars uitgaan, want mensen doen heel erg deftig en ineens is het over. Is het bij het nieuwe geld eigenlijk precies andersom? Het begint redelijk rustig met de dubbel geparkeerde Porsches en dan naarmate de avond vordert komen ze los en dansen ze op de vulkaan. Voor alle vrienden van Huisterduin is het te hopen dat deze excellente schuilplaats van gastvrijheid, zand en zilte zee nog vele jaren mag blijven bestaan.